Toen ik mijn eerste tatoeage liet zetten, was ik om en bij de 15. 14, 15. Bij hem. Een klein spinnetje in mijn lies. Dus toen tatoeëerde ik ook eigenlijk net. Net. Want ik heb mijn eerste tatoeage eigenlijk best laat laten zetten. Want ik was toen al helemaal bezig om allerlei getatoeëerde mensen te fotograferen. En toen ging ik, geloof ik, in 1974 of in 1973, ging ik met een paar tatoeëerders mee naar een tattooconventie in Hamburg. En daar was ik ongetatoeëerd. Als ik hier verder mee wil, dan zal ik er ook aan moeten geloven, want anders slaat het gewoon nergens op. Dus toen heb ik me door Tattoo Peter laten tatoeëren en ik denk dat ik toen... Dat is een wietblaadje, toch? Nee, een ramskop uit het biologieboek van mijn vader. Ja. En ik ben helemaal... Ik dacht ik ben ram. Maar ik geloof helemaal niet in astrologie. Nee. Dus ik denk van... Ja, ik wist het ook niet wat ik moest doen eigenlijk. Nee, hoe langer je erover nadenkt, hoe onnozeler het wordt. Volkomen belachelijk.